Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een bloemschik maken, ja, waar ik zelf heel erg naar uit heb gekeken om deze te maken. Ik zag namelijk dit frame en er gingen allerlei ideeën door mijn hoofd. En ik denk, oh, hier wil ik echt een DIY mee opnemen. En dat gaan we vandaag doen. Zoals je kan zien staat er een heel apart frame naast me. Maar dat straks. Heb je er zin in? Doe alvast zo'n duimpje omhoog. Want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je het delen op Facebook of Instagram. En dan doe je mee met de winactie. Vergeet vooral niet mij te taggen, dat ik jou ook zie, dat ik je bericht zie. En dan doe je elke maand standaard mee als je hem hebt gedeeld. Heb je nou geen Facebook of Instagram, kan je eventueel ook een review achterlaten op Google. Dan doe je ook automatisch mee. En ik zou zeggen, laten we nu gauw gaan beginnen. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen, want... ja, dit vraagt om uitleg en dit vraagt om versierd te worden. En dat gaan we vandaag ook doen. Het is een heel mooi en zwaar kwalitatief frame. Wat heel erg leuk is, want doordat de onderkant ook wat zwaarder is, kunnen we er eigenlijk heel veel kanten mee op. Je moet hem even zelf in elkaar zetten. En het leuke daaraan is dat je hem eigenlijk ook zelf zo kan bouwen zoals je hem zelf leuk vindt. Dus heb je bijvoorbeeld een bepaalde plek waar je aan de achterkant iets hoger wil en aan de voorkant lager, kan je dat ook delen. Want je kan hem zelf eigenlijk in de gaatjes zetten. En dan kan je zelf bepalen hoe je hem wil hebben. Wil je wat meer naar binnen? Dan kan dat zelfs ook. Kijk, dat is ook erg leuk. En je kan zo ook eigenlijk je eigen frame in elkaar zetten. Ik heb hem gewoon een beetje verdeeld. Dus ik heb wat hoge en lage dingen verdeeld. Hierbovenop doen we steekschuim. En die gaan we mooi vullen met bloemen. Ik krijg veel vragen van, maak je het steekschuim van tevoren nat? Als we met verse bloemen werken, maak je altijd steekschuim nat. Denk eraan dat je hem niet onder water duwt, maar dat je het zelf vol laat zuigen. Ook niet onder de kraan houden, want dan krijg je luchtbelletjes. Ik heb het alvast even gedaan. Dus ik vul gewoon een emmertje en daarin laat ik het rustig zakken. Als die onder is, dan zijn ze volgezogen en dan krijg je ook geen luchtbelletjes. Ik gebruik mooi oase rondjes en het is een houder voor kazen, dus je kan hem later ook nog weer gebruiken als kazenhouder. Wij gaan dus een mooi bloemstuk op maken. Het voordeel is dat we eigenlijk de houders van de kazen gebruiken zodat het steekschuim niet afvalt. Dus dat drukken we hem straks op. Maar we gaan eerst de buitenkant bekleden, dus laten we daar eerst mee gaan beginnen. Je kan dus voor kiezen om enkele stuks bloemstukjes te doen. Je kan ook wat kazen verdelen, wat je maar wil. Ik ga hem dan gewoon helemaal compleet opmaken. Het frame staat eventueel los in onze webshop. Mocht je hem los willen bestellen en wat andere dingen ermee doen, dan kan het ook. Eventueel is het ook leuk om er straks met de herfst wat vruchtjes bij op te leggen. Geeft ook echt een superleuk effect. Maar wij gaan hem gewoon helemaal vullen. Ik doe het op verschillende manieren, dus ik zou zeggen, kijk gewoon gezellig. Ik ga van drie eventjes de zijkanten vullen met aspristerblad. Die rol ik eromheen. Je steekt hem erin en dan rol je hem er helemaal omheen. En dan zet je het even vast met een krammetje. Dit kan je ook gewoon naar binnen slaan. En zo. Ik doe het met de bovenkant. Je slaat soms ook een beetje naar buiten, zodat je goed het steekschuim straks nog kan gebruiken. En dat het wel even mooi is afgewerkt. Je kan het ook loslaten, maar ik vind het een iets strakker effect geven als dat wel mooi is weggewerkt. En dit doe ik dus met drie rondjes. Als je met drie stuks gedaan hebt, kan je ze dus bevestigen op de houder. Ze kunnen eerst nog een klein beetje lekken, maar dat gaat er straks wel af. Ik verdeel ze drie om drie, dus straks gaan we nog andere maken. Hè? Dus ik verdeel deze een beetje her en der. Maar ook hierin kan je eigenlijk gewoon je eigen ding doen. Je kan ze eigenlijk gewoon op de houders drukken. En nu zullen ze eerst nog wat lekken, maar straks zal het wel gebeurd zijn. Dus echt alleen even van de opdrukken. Als je hem helemaal dicht hebt, zou je eventueel even een stukje eruit kunnen snijden van het blad. Dat je hem er wel makkelijk op kan drukken.
Dan zit er gelijk mooi stevig op, omdat je die houders eronder hebt. Dus dat is ideaal. Kijk hoe stevig het frame nog steeds staat, ondanks dat we er gewicht op doen. Nou verdelen we natuurlijk mooi, maar het frame is ook echt heel mooi zwaar, waardoor hij niet kiepelt. Dus ideaal. Gaan we er nog even drie maken. Dat doe ik door middel van berengras. Die steek erin en die wikkel ik eromheen. Dan krijg je wat speelse effect. De aspiristablad geeft een wat strakke effect. En dit geeft een wat speelse effect. Eventueel kan je de krammetjes nog wegwerken door een flinke wikkeling van touw mee in te doen. Maar ik vind het wel heel erg leuk om het mooi zo groen te houden. Omdat je dan echt die zwevende bloemstukjes in het groen hebt. En helemaal straks met berengras. Dus daar gaan we nu mee beginnen. Goed. Je steekt het berengras er aan de zijkant in. Je maakt even een rijtje. En daarmee maak je straks een wikkeling. Dus je steekt ze echt naast elkaar. En dan wikkel je het omheen en zet je het vast met krammetjes. Dit geeft gelijk een mooi speels effect. Ik vind het heel leuk, dat berengras zo. Je kan een beetje kijken hoe je ze neerzet. Dat je meer de krammen aan de binnenkant hebt. Dat is net wat je, of je het zelf storend vindt of niet. Als je dat gedaan hebt, kun je verder met het versieren met de bloemetjes. Als je het makkelijk vindt, kan je ze even afhalen en ze gewoon op tafel opmaken. Kan je er eventueel wat onder doen tegen het lekken. Maar als je het ook leuk vindt, kan je hem ook gewoon zo doen. Eventueel kan je met elkaar verbinden. Je kan het heel speels maken. Maar kijk hoe leuk dit effect al is. Echt geweldig. Precies wat ik in mijn hoofd had. Ik maak het op in een roze paars tinten. Want ik vind het leuk als het er mooi uitspringt. Vooral bij dat zwarte frame. Geeft dat een heel mooi effect. Maar je kan hem eigenlijk in allerlei kleuren opmaken. Dus wil je hem liever een andere kleur opmaken, kan je dat bij het bestellen ook aangeven. En dan proberen dat zo goed mogelijk aan te passen als het leverbaar is. Goed, en ik verdeel eigenlijk gewoon de bloemetjes er kort in. En ik doe overal eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik gebruik mooie fijne bloemetjes, trosroosjes, ik heb wat gipskruid, limonium, distel, eigenlijk van alles. En je kan ze ook verschillend opmaken als je het leuk vindt. Of 3 om 3. Je kan er eigenlijk gewoon je creativiteit in kwijt. Wat je eigenlijk zelf wil, maar ik doe het allemaal een beetje gemengd. Zodat je eigenlijk allemaal dezelfde soort bloemstukjes en zwevend op krijgt. Oh, geweldig. Ik vind hem nu al leuk. Ik vind het zo'n leuk frame. En ik vind dat je er zoveel leuks mee kan. Ik zie soms een frame en dan zie ik het helemaal voor me. En dan had ik met dit frame ook. En ja, leuk om dit zo met jullie te kunnen delen. Laat me ook weten wat jij van dit frame vindt. Ik heb ook nog in de shoplog laten zien wat voor frames ik nog meer allemaal had. Dus als je nieuwsgierig bent naar wat er nog meer gaat komen, kan je even een van de vlogs terugkijken. Die heet toevallig Welkom Sam, dacht ik dat ik hem daarin liet zien. Daar liet ik ook een shopblog in zien. Nou, ik verdeel de bloemetjes mooi. En dat wordt een heel mooi geheel. Ja, echt heel mooi speels. Heel leuk. Zo zie je maar dat je eigenlijk met een frame, wat eigenlijk een kaasstandaard is, dat je daar eigenlijk heel veel kansen mee op kan. Ook echt leuk om met de herfst te maken. Ik heb ook erg veel zin in de herfst, moet ik zeggen. Ook echt een heel leuk seizoen qua bloemschikken. Wat is jouw lievelingsseizoen? Laat het hieronder eventjes weten. Ik ben heel nieuwsgierig. En als je iets speciaals wil zien, mag je dat hieronder ook altijd laten weten.
of wat misschien een favoriet was van een bloemstuk wat nog weer opnieuw online moet komen. Mocht ik het frame dan nog kunnen krijgen of de ondergrond. De laatste tijd gaan de bloemstukken erg hard, de DIY pakketten. Dus ik geef het altijd al van tevoren aan dat je er goed bij moet zijn als je wil bestellen. Als je de bloemstukjes mooi gevuld hebt, vind ik het leuk om de zijkant nog even af te werken met wat Tillandsia. Ik vind de kleur altijd heel mooi bij fel roze staan. En het geeft gelijk weer een speelse effect. Je hoeft maar een klein beetje, dus echt een klein plukje. En dat zet je gewoon weer vast met een krammetje. Zo kan je ook weer andere krammetjes een beetje verdoezelen. Omdat het wat, ja, het zit, ligt er wat meer bovenop. Dus dat doe ik eromheen. En mocht je nu nog een steekschuim zichtbaar hebben, kan je dat daarmee ook wegwerken. Ik kan niet anders zeggen dat ik dit echt een heel tof bloemstuk vind. Ja, het frame is gewoon geweldig. Wat je elke keer kan hergebruiken. Waar je alle kanten mee op kan. Wat leuk is met kazen. Maar ook met kalebasjes en vruchtjes straks met de herfst. Met de kerst, met mooie kerstballen erop. Dat je op een van die, ja, dat je bijvoorbeeld op 3 mooie kerstballen legt. En op die andere mooie kerststukjes. Ja, echt gewoon een heel tof frame. En zo heel speels en leuk. En je kan er ook gewoon weer heel veel mee spelen. Als je bijvoorbeeld deze te veel vindt uitsteken, kan je hem ook omdraaien. Ik zal het even proberen met een hand. Dat je hem meer naar binnen laat lopen. Kijk, geeft ook een heel leuk effect. En dan kan je deze weer draaien. Dus je kan ook echt alle kanten mee op. Ik vind hem echt een toppetje. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulonlinebloemist.nl. Voor de kijkers die deze video helemaal hebben afgekeken, bedankt daarvoor. En als bedankje krijg jij speciaal een kortingscode. Namelijk met bedankt krijg jij 10% korting als jij dit pakket wilt bestellen. Is echt alleen voor de mensen die het hebben afgekeken. Dus een bedankje van mij aan jullie voor de trouwe kijkers. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En wil je nou niks missen van alle leuke video's die nog gaan komen? Want er gaan nog heel veel leuke bloemschikvideo's komen. Vergeet dan vooral niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Of wat je graag zou willen zien. En ja, deel jouw creativiteit. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!